Twee fractieleden stappen bij u op, omdat u een gigantische dictator schijnt te zijn. Daar ben ik heel benieuwd naar waar dat vandaan komt. Het verhaal gaat dat die Buma eigenlijk een ongelooflijke nare dictator is. Kan je dat bevestigen? Ja, dat kan ik bevestigen. Meneer Rauw, alles goed met u? Heel goed. Ja, dat is wel begrijpelijk, want u smeert hem, hè? Ik smeer hem. Het is mooi geweest hier. U schijnt eigenlijk gewoon geloof ik een schof te zijn binnen huis. Ja, nou, de fractie was ook wat groter geworden. Dus ik kon me wel voorstellen dat twee mensen weer iets anders wilden gaan doen. Nou, kijk, hij glimlacht altijd wel leuk. Maar daar, achter die glimlach schuilt een heel ander gezicht. Als zij dat zeggen, dan moeten ze bij mij komen. Dan krijg je ze ongelooflijk van langs. Want als je een dictator bent, dan moet je zo ook opstellen. Dus als dat zo is, dan zal ik het hun de laatste maanden ook wel heel moeilijk maken. Jullie worden er gewoon weggepest eigenlijk. Ja, maar goed, het geeft ook wel een bevrijding, hè, voor iedereen. Dus hij kan nu weer nieuwe slachtoffers zoeken. Hij heeft zo zijn trekjes, ja, dat is... De Buum. Ja. Eddie en ik hebben in de zomer gezegd, genoeg is genoeg, wij smeren hem.